wielerwereld een pop-icoon kwijt. Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. En Democrats are going to be saying what went wrong. De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Martin Koolhoven heeft heel veel verstand van films maken. Getuigen zijn films Brimstone, Oorlogswinter en Schnitzelparadijs. Maar hij weet ook veel van muziek. En daarom heeft hij deze week ook weer een nummer uitgekozen bij een nieuwtje. Er zijn ruim 200 kunstwerken van George Michael die onder de hamer gaan voor het goede doel. En Martin, goedenavond. Goedenavond. Ik vroeg me af, zou jij daar ook iets van willen hebben? Ook willen hebben. Ja, ik dacht, je ging vragen. Ik was er overtuigd, die gaat krijgen iets kopen, maar dat kan ik allemaal niet betalen. Nee, ik wou net zeggen. Ik heb niet alles bekeken. Ja, ik zag wat schilderijen waar hij dan zelf ook op stond. Dat komt niet heel erg bekoren. En Damien Hirst ben ik ook niet zo'n fan. Ben jij gaan pluizen? Of Jij dat mooi? Nee. Maar 200 vind ik alweer te veel om uit te kiezen, hè? Heel eerlijk. Dan raak ik al een beetje in paniek. Aan de andere kant kan me ook niet voorstellen dat er dan niks moois tussen zit. Dat vind ik ook weer een beetje negatief. Dan zouden we denken dat George Michael geen smaak had. Nou ja, daar laat ik niet over uit. Maar ik ben namelijk wel fan, hè. Ik bedoel, ik was 13 jaar toen voor het eerst Wham Rap worden. Kort daarna gevolgd door Young Guns. Mm-hmm. Nummers over jonge mannen die geen baan konden krijgen. En over vriendschappen. En hoe je als jongen toch vooral moet uitkijken voor meisjes die toch alleen maar een weg tussen echte vrienden drijven. Weet je wel, dat vond ik allemaal fantastisch, vond ik prachtig. En ik viel dus als een blok voor de Engelse witte jongensrap die dat in het begin was. Nou, op het volgende nummer werd er niet meer gerapt. En waren de nummers al veel poppier, waardoor Wham ontzettend populair werd. Vooral bij meisjes. Dus mm-hmm. echt fan kon ik mezelf met goed fatsoen natuurlijk niet meer noemen. Ik hield ze nog wel in de gaten. En toen iedereen het wel door had, eigenlijk dat Wham betekende vooral George Michael en die andere fans waarvan niemand de naam wist. Weet je? Dus George die ging solo en zijn kwaliteiten als songwriter die werden steeds duidelijker. Zijn soloalbum Faith was een gigahit. En even leek George Michael een artiest van het kaliber Madonna of Michael Jackson te worden. Maar om echt tot dat select gezelschap van supersterren toe te treden, moest de volgende plaat net zo goed, maar vooral net zo populair zijn. En Michael had geen zin meer in de Red Race. Hij besloot dat succes hem niet gelukkig maakte en hij gaf aan nooit meer zoveel promotie te willen doen als hij dat had gedaan bij Faith. Hij kwam terug, had ook nog wel hits, maar het werd nooit meer zo gigantisch groot als daarvoor, mede omdat hij weinig aan promotie deed en op een gegeven moment zelfs niet meer te zien was in de videoclips, die juist voorheen gretig zijn uiterlijk exploiteren. In 1990 schreef hij een nummer, Freedom, dat hij direct omdoopte tot Freedom 90, omdat hij in de titel al had hij al een keer eerder gebruikt in zijn Wham-periode. Mm-hmm. En hij stemde wel toe dat er een videoclip gemaakt werd, maar hij weigerde er zelf in te spelen. Dat de hotste videoclipregisseur van die tijd, David Fincher, later sterregisseur van onder meer Fight Club, Social Network, Gone Girl, nog een hele reeks grote films, die maakte een van de meest iconische videoclips ooit, met erin de supermodels van het moment. Onder meer Cindy Crawford, Naomi Campbell en Linda Evangelista. Kennen we er nog? Die dag erin. Ja. Nou, de dames werden destijds waren al als supermodels beroemd. Maar na deze clip waren ze ook gewoon echt superster. In beeld neemt George Michael afscheid van zijn Moy Boy imago. Attributen uit zijn Faith-clip, die zijn public image symboliseerden, die worden letterlijk opgeblazen. Niet zo'n gek idee van Fincher als je de tekst luistert. Ik ken geen vergelijkbaar introspectief nummer als Freedom 90. George Michael vraagt nog net geen vergiffenis aan zijn publiek om ze tegelijkertijd dan weer gerust te stellen en te vragen om een nieuwe kans. I won't let you down, please don't give me up. Gotta have some faith in the sound, it's the one good thing that I've got. Hij loopt zijn hele carrière door, benoemt de lol die hij heeft met zijn vriendje Andrew in Wham, maar komt uiteindelijk op het punt waarin hij uitlegt dat niet meer genoeg is. Sometimes the clothes do not make the man. Er komt een punt dat je jezelf gelukkig moet maken. Luister de tekst, hij is echt prachtig. Ik kan niet alles opnoemen, maar er zitten schitterende zinnen in, zoals all we have to do now is take these lies and make them true somehow. Het is moeilijk in hindsight niet ook te denken aan het feit dat hij toen destijds publiekelijk ook nog in de kast zat. Het zou nog een paar jaar duren voordat hij die leugen ook toegaf. Freedom 90 met een sample van James Brown's Funky Drummer, heeft hij trouwens vaker gebruikt, George Michael, is een uitstekend nummer, een ijzersterk nummer zelfs, met geweldige muziek, geniale tekst en een droom van een videoclip. Let op het allereinde, waarin hij ook nog in de fade-out zit. It may not be what you want from me, it's just the way it's got to be. Lose the faith now, I've got to live, I've got to live, I've got to live. Het is echt een schitterend nummer.
Dankjewel, Martin. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit is de Soul Soundtrack van deze week.